Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, samen met... De Towler! En Team Maestro! Hey Guido, maar ik ben te laat bij de opnames, dus hopelijk kom ik in de volgende aflevering! En Alex, je persoonlijke chocoladeblokje. Misschien ben ik er ook wel bij de volgende aflevering, want ik ben ook te laat voor deze opnamesessie. Oké, sorry. Holy shit, zijn Guido en Alex ook ineens erbij? Sorry? Zijn Guido en Alex er ook ineens bij? Was maar waar. Goed, in deze aflevering ga ik proberen aan de Wall of Commons te beginnen. Dus wat ik nodig ga hebben is heel erg veel hout. En die ga ik maken van... Ja, eigenlijk was dat jouw idee, dus jij mag het zeggen. Oh, van fences? Ja, van fans. Ja, we gaan het maken van fans. Ja, de fansreacties komen op een muur van fans. Ja. Oh, die is... Ja. Oké, nou, ik heb eventjes wel wat voorbereidingen genomen. Ik word hier nou in één keer neergeslagen. En we hebben een dead! Yay! Sorry, dat moet eigenlijk... Nee, maar ik heb eventjes de brightness even op maximaal gezet. Omdat de Towler die kwam van mening tot de eerste 4 afleveringen. Als ik in een dungeon was zonder toortjes, tot dat toch wel heel erg donker was. Dus ik heb mijn brightness eventjes op maximaal gezet. Zodat dat soort problemen dus zeg maar niet meer zouden komen. Voor meer vragen en opmerkingen kunt u terecht bij justfgoogleit.nl. Just poep. It's one click of a button. Dus ik moet wel zeggen dat ik weer eventjes moet denken van goh, wat was ik ook alweer? Wat heb ik ook alweer allemaal? Want het is best wel lang geleden. Het is alweer 2 weken geleden. opgenomen. Gaat goed. Oké, ik laat mijn spul doodgaan. Ik had toch niks. Iedereen, ik denk dat de kijkers wel weten, het iedere begin is moeilijk. Ik ontken alles. Weet ik. Zeg degene met diamond armor. Ja, dat komt pas eigenlijk sinds part 4 dat we die hebben gevonden ofzo. Omdat we dus zijn naar een dungeon gegaan. Waar we natuurlijk ook wel weer verder terug naartoe komen. Maar aangezien dat we nou toch wel eens eventjes een beetje moeten farmen. En nou ja, farmen niet echt, maar gewoon... Waarom ga jij hout hakken op het punt waar ik... Oh! Sorry! Ik wou een blokje onder jou slaan! Wat is er gebeurd? Hij stond op een houtblokje, precies waar ik ook hout aan het verzamelen was. En ik sla hem per ongeluk en het was... Poef. Sorry, dat was eigenlijk best een vraag. Als je iemand die aan het filmen is, wat is er gebeurd? Kan je altijd terugkijken naar binnen. Stom. Nou, het nadeel is, aflevering... Wat heb ik misdaan? Het ergste is, dit is dus opgenomen op 2 mei. En ja, op dit moment is alleen maar aflevering 1 en 2 dus zeg maar nou pas op YouTube. Aflevering 3 komt morgen. Ja, voor ons morgen, voor jullie staat hij er nou op dit punt al op natuurlijk. Want ja, dit is aflevering 5. Maar... Daarom, zoals ik al zei, het wordt van tevoren opgenomen. Dus ik heb wat reacties al voor The Wall of Fans. Maar het fans hagelslagreclame hier stiekem. Maar ik heb dus al zeg maar een paar reacties, maar dat zijn er dus pas 2. Aangezien dat, ik kan niet in de toekomst kijken. Dus... Maar wel 2 goeie. Ja, daar komen we dadelijk op als het bordje er staat. Ik moet nog eventjes een leuke plaats voor het bordje vinden en ik heb honger. Dus ik eet een tomaat. Geen fans? Nee, ik ga mijn fans toch niet eten, joh. Allemaal splinters in mijn bakkers. Word je ook niet vrolijk van. Ik denk dat ik het hier zo... Ja, trouwens, nee, want we willen... Ja, hij kan er achteruit bereiden. Ik kan in de breedte daaruit bereiden. Jij kan daar nog genoeg... Ik denk, Towletje, kom eens eventjes hier op het main square. Oh, ik ben onder de grond. Nou, dan komt maar wat het ook is, ga je gang. Nee, ik wil dat je boven de grond komt. Ik wil jouw mening. Ik wil je nu hier. Ik wil het! Ik wil het! Ik kom eraan. Zo, gedraag je mee. Leeftijd. Ja, dat doe ik toch ook. Ik ben 20. Ja, ik ben vanaf de 20ste gewoon gestopt met tellen. Dat leek mij het makkelijkste. Dan zou ik nu ook moeten stoppen. Oh. Ik geef je groot gelijk. Oké, ik ben bijna weer boven. Ze zeggen toch al tegen mij van eens in de tig, je komt er nooit meer uit. Ja, nou, dan prima, dan blijf ik 20. Ik vind het best. Dus... Nou, zo makkelijk is het niet, maar ik ben bijna boven, hoor. Oh, nou. Ik zie je naamkaartje al. Ah, je ziet mijn naamkaartje. Ja. Hi. Wat staat erop? Medewerker 34, 8... Ik bedoel... Bob.
100% Bob heeft alles lekker op. Waar ben je? Ik zit eventjes in mijn huis, want ik heb alvast de fans. Dus Die had je toch op? Hoi! Nou, ik zit te denken aan hier in het midden. Hier. Ja! Hier zo. Hier gewoon zo. Hier, vind ik hem, zo... hier en dan zo in de lengte of zo. Of eigenlijk in de breedte vanuit mijn huis, omdat jij, ik ben de cameraman. Wat denk jij? Gewoon zo. Zo dan in de breedte. Ja, dat vind ik wel een goeie. Dan leggen we de fans leggen we gewoon in de breedte. Ja, gewoon zo. Zo poef, 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 poef. Zoiets. Ja, heel subtiel. En wat misschien ook leuk is, aan de zijkant toortjes plaatsen. Zo helemaal omhoog en dan erop. Dus dat is een beetje, ja... Ja, dat kan altijd. Dus, eventjes, Dit is linkersoep. Al zeg maar, balletjes in zitten. Hebben we er genoeg of moet ik nog even wat stacks... Nou, ik heb genoeg stacks eigenlijk gemaakt. En ik zat eraan te denken om het zo ongeveer... ja, één rij zeg maar. Want ja, het wordt misschien zelfs ook vierkantig. Dan moet ik nog heel eventjes gaan kijken. Maar het is wel zeg maar de bedoeling dat we... Ja, dat ik de comment er hopelijk gedeeltelijk dan op kan zetten. Dus wordt er een random grote comment neergezet, dan wordt die natuurlijk wel verkleind. Maar ja, ik gebruik zeg maar een randomizer ervoor. Dus voor de mensen die niet weten wat een randomizer is, alle reacties. Ik tel dus zeg maar hoeveel reacties dat er zijn. Dan voer ik in een apparaatje, voer ik één en dan het aantal reacties. En zo krijg je dus zeg maar een beetje dan te zien hoe, ja, dan krijg je een nummer te zien en dat nummer is dan zeg maar de reactie. Ik wil je zo graag nu een tikje geven. Waarom? Dan val je eraf. Waarom vind je dat leuk? Ik denk dat dit wel hoogzat is. Ja, alleen het is één per punt. We kunnen natuurlijk die toortjes hier niet naast plaatsen, dus ik denk dat we het met een ander... Hoezo kun je dat niet? Ja, dat kan niet, die plakken daar niet vast. Kijk zo. Kijk zo. Oh, zo? Ja. Dat het echt zo statief ding is. Ah, ja. Ah, ik ben een wat mannetje. Wat ideeën weer. Ja, altijd, hè. Het lijkt wel alsof ik een let's play ben. Daarom. Ik ontken alles! This is pretty insane. Ja, en dan zo, hier komen dan zeg maar zo de bochtjes. En zo kunnen we dus zeg maar aan beide kanten kunnen we bochtjes plaatsen. Nice. Dus hebben we genoeg voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, laten we wel zeggen, 18 afleveringen hebben we hier al genoeg aan. Yay. Dus op het einde van de aflevering ga ik zorgen dat er dus zeg maar een, het eerste bochtje komt. Maar dat lijkt me het leukste om dat te doen op het einde van de aflevering. Dus had jij even een kistje? Dan kan ik hier even namelijk gewoon hier zeg maar een kist. En dan doe ik daar even de signs in en zo. Dus, Ik heb geen kist. Moet ik eentje maken? Nee, dat maak ik er wel. Ik heb genoeg hout. Tuurlijk, als je iets wil overlaten, dan moet je moet dat altijd zelf doen. Je hebt nooit iets aan de andere. Nee. Kistje staat er. Lonely. Ja, nou wel hè. Nou, dat ik heb gezegd... Hey. I'm so lonely. Kistje staat er. I have nobody for my own. Oh, ik ga een huis bouwen. Nou, veel plezier. Ik vind het best. Jullie hebben allemaal een huis en ik niet. Ja, dan had je bij de eerste opnamesessie maar aanwezig moeten zijn. Was ik toch? Nee. Oh. Waarom hebben jullie me niet gewaarschuwd dan? Wij hebben je gewaarschuwd, maar jij kwam niet opdagen, want je kon niet. Dus, dan alsnog, had hem huis. Is het je eigen schuld? Ik zou wel opschieten, want als het nacht is, dan ben je best wel... Ja, ik denk dat ik eens eventjes ga zoeken naar schaapjes. Meh. Nou zit ik ook te denken, want heel vaak er wordt mij ook wel een vraag gesteld van... Joh, we gaan een livestream, hè? Ik ben bezig met een server, die heb ik dan zeg maar ook voorbereid. Dat is gewoon Pixelmon, daar zitten dus ook zeg maar heel veel members van de crew in. En, is dit... Towler? Is dit... Ja? Dit is toch Guido's huis? Hier? Welk? Ja? Hij heeft last van termiet! Nee! Dat meen je niet! Oh, die zit deze aflevering af te kijken en ik zeg van... God, maak het dan altijd in je bal! Volgens mij is hij van Guido, ja. Ja, heeft... ja, dat is pittig... Getermiet. Maar ik vind Guido's manier van huizen bouwen ook wel typisch. Nou, hij doet altijd zeg maar gewoon een heel klein bovenkantje en dan graaft hij zeg maar al die kamers die graaft hij naar binnen toe. En nou het is gewoon een mol. Oh, nou weten we wie de mol is. Oh. Nee joh. Oh, de zon gaat onder. Ik heb nog geen schaap. Schaapie. Ik ga in paniek schapen zoeken nou. Schaapie. Hey, ik vind het heel erg om mede te delen, maar als ik geen huis heb, dan overnacht ik bij jullie, hè? Nee. Met welke... heb je rente?
Nee. Hij heeft helemaal niks. Een kale kip kan je niet plukken. Wij gaan gewoon lekker heel erg mooi naar de chat zitten te kijken. We gaan gewoon kijken in die chat hoe vaak dat hij doodgaat. Wij begonnen ook met niks. Wij hadden ook geen huis. Sterkte. Hij is nu... ja, wordt nu nog. Ik heb paarden gevonden. Hé, hey, waarom doe ik niet gewoon makkelijke 2-3 blokjes naar beneden en dan eentje boven dichtmaken? En dan gewoon een dag onder de grond inmaken. Ben je ook al zo'n mol? Ja! Waarom niet? Ja, maar dat kan niet. Er zijn maar 2 mollen. Echt, wie is de mol dan? Nou, Guido. Oh. Ik bedoel Dutch Gaming Nation. Die stoot hem van de troon af. Oh, misschien zit hier een bed in. Misschien zit daar een bed. Zit ook... Uh-oh, spanners. Sterf. Auw, ik word aangevallen. Stout. Stout beest wat je ook was. Oké, wat hebben we hier? Niks, deze is al geloot. Stelletje klootviolen. Ik dacht dat ik hier een bed kon vinden. Oh, wacht, ik heb mijn waypoints niet aanstaan. Dat is al helemaal handig. Even kijken, dan kan dus, zoals je dus ziet, Home Pixelmon en Latest Dead. Nee, Home YouTube en Dungeon YouTube, die moeten aanstaan. Dus, zo. Ja, zoals ik al zei, ja, dan moet ik met meerdere poorten gaan werken. En daar heb ik dus absoluut geen zin in. Want anders heb ik dadelijk weer van die dagen dat ik geen aflevering kan uploaden. Omdat ik te veel bezig ben met van dat technisch gezeur. Oh, dat. En niemand houdt van technisch gezeur. Dus daarom doen we het gewoon op deze manier. Ik bedoel, van je ziet de andere waypoints alleen maar als ik op hem druk. En dan weten jullie ongeveer waar ik mee bezig ben. En voor livestreams wil ik dus een keertje gewoon gezellig ook naar de Pixelmon server toe. En voor de fun server en alles. Nou, trouwens, voor de fun server zijn we op de laatste keer bij de livestream geweest. Ik denk dat dat gewoon Pixelman wordt. Gaat het goed? Ja, ik zag een mier. Oh ja, nou echt first world problems. Daarom. Dus waarom neem je niet zo dicht bij ons? Maloot! Afstand houden! Verraad! Dit is afstand. Nee, dit is helemaal geen afstand. Nee, misschien wil ik wel een tuin. Wij moeten ook nog uit kunnen breiden. Je moet verder naar achteren. Zeg dat dan eerder. Ja, dat hebben we al eerder gezegd. Niet! Wel! Niet. Oh nee, je was bij de eerste opname niet. Daarom. Jij faalt gewoon. Jij bent vandaag de grote faal. Faler 010. Dus weet je wat, ik, van dat hout wat ik nog over heb, ik help wel eventjes mee met hakken. Dus doe ik jou verdedigen. Ik even zo helpen met hakken. Zo, toet toet, boing boing, wij hakken en zagen. Wie? Ah, ik val naar beneden. Hallo? Ja. Zo ken ik jou niet verdedigen, waar is die maloot? Oh, daar. Ik ben hier. Hi maloot. Ik sla je met mijn vuist, terwijl ik eigenlijk hele goede zwaarden heb die ik niet gebruik. Wil jij stoppen? Ja, ik ga hier dood. Nee, hij heeft het nou op mij voorzien. Het. Hier. Voilà, je leeft. Oh, kijk nou toch eens. Waarom was ik ooit bang voor jou? Zo. Zeg even en als ik heb bang is, want ik blijf even onder de grond. Scheidluis. Ik overleef dit anders niet. Dat is een manier van spelen die... Dat kan ik wel doen. Ik kan ondergronds een huis dat bouwen. Dat was van chocoladeblokje ook het idee. Chocoladereepje, op zijn best. Nou, ik heb je hout. Maar ja, het nadeel is, ik heb ook nog geen bed, dus... Hoi! Oh, wow, jij bent een special. Hé, hey, wilde ga je dat niet doen? Wilde ga je dat... Nee, daar heb ik problemen mee. Waarom heb ik hier ineens sterf. Poison damage? Dan heeft er iemand waarschijnlijk een potion op je gegooid. Oh. Auw! Ik word hier toch alles aangevallen. Scheid er dan toch eens mee uit. Zo, die heeft eigenlijk best wel een hele grote knockback. En daar hou ik niet van. Sterf. Ik ben aan het mijnen. Nou, ik ga mijn huis nou in hoor. Het is goed. Ik heb genoeg zombies verslagen. Kom morgenavond maar weer terug. Zo, even kijken hoor, want ik heb honger. Hey, diamonds. Nee. Hey, nog meer diamonds. Nee. Eens even kijken, wat had ik allemaal? Oh ja, boekenkasten. Ik heb hier nog kisten voor een droppen te maken voor mijn automatische furnace. Wat heb ik hier? Emerald. Emerald. Ik ben het! Hier en dat doet mij plezier. Jij bent echt uranium. Ik heb jouw hout. Ik moet jouw hout nog teruggeven dadelijk. Alleen het is nog. Het is nacht die je normaal alleen in Minecraft ziet. Ja, ik weet niet. Ik mijn nu gewoon naar beneden, want ik zie daar de towler. Dan krijg je tenminste wel cobblestone. Oh. Maar jongens, in de eerste en tweede aflevering hadden we het de hele tijd ergens over. En nou breken jullie die ene regel.
taalgebruik. Don't mine at night. Oh. Sorry, ik dacht meer aan taalgebruik. Mijn taalgebruik valt op zich nog wel mee. Ik heb alleen nog maar één keer piep gehoord. Ha, scheelt mij weer met censureren. Dus, Bobby. Ik bedoel, als je een keertje poep zegt, dan maakt het niet uit. Alleen, ja, je moet wel een beetje rekening mee houden. We hebben 24-7. Nee, niet 24-7. Ik bedoel, ik heb ook jonge kijkertjes en daar houden we natuurlijk allemaal rekening mee. Tuurlijk. Wij zijn kindvriendelijk. En plantaardig. Plantaardig. Ja. Hoe kom ik daar nou weer op? Oh ja, dat is het probleem niet, hoe kom je er weer vanaf? Wow, 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 wow. Sirene. Oh, ik denk dat hij is aan het zingen. Nee, dat is echt een belediging. Wow, special, special. Ik heb een iron shovel met extra efficient. Ja, daar heb ik veel aan. Ik ken het combineren. Daar wil je niet heen. Waar niet? Waarheen? Waar je nu heen gaat. Waar ga je naartoe? Ik zit op Mexico. Oh, ik heb heel erg veel cobblestone. Dan kan ik mijn huis wel uitbreiden. Want ik wilde zeg maar die kant op. En dan kan ik dat mooi uitbreiden. En dan kan ik hier naar beneden toe graven. En dan kan ik al mijn chest dan. Of zou ik dit gewoon eigenlijk als chesthuisje houden? Ik bedoel, ik heb hier zoveel chests. Waarom niet? Die is dood. Hoppakee. Auw, ik ben... Oh, de touwler zit voor me. Krijgen we de dood van de touwler te zien? Nee, oh, nee, 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 nee. Alles op. Oh, kunnen we zo regelen, hoor. Hoi. Hé, hey, daar ben jij. Dit zie paars blokken, die wil ik. Hey, amethyst. Amethyst. Ik heb gevonden wat ik mijn hartje begeert. En ik dan? Ik ben hier ook. Ik zie dat ook. Ik wil dat ook. Ja, maar dat krijg jij niet, want jij kunt het niet minen. Oh, hier is mijn valuables. Ik heb al een value... Nee, zie je, dat is dus een nadeel van zoveel... Blade Shadow, ik zou daar niet heen gaan. Ja, f*** it, ik zie het. Hey. Wat doe je nou? Dat is zijn straf voor zijn taalgebruik. Ja, maar hij is... Nou, maakt hij mij bijna dood. Jou dood? Bijna wel, door die creeper. Dat is wel zo feest. Hey. Ja, jij hebt al die goede spullen. En dan vraagt hij zich niet af. Ja, hey, wij zijn ook... Wij hebben 4 afleveringen voorsprong. Dus, dat is gemeen. Nee, jij had gewoon maar op tijd moeten zijn. Ik vraag het aan de kijkertjes. Kijkertjes, wat vinden jullie? Is het gemeen? Want jullie hebben de eerste 4 afleveringen gezien waar wij dit leed hadden. Oh nee. Oh, ik dacht eventjes tot het onweer, want ja, we hebben ook al een tornado in deze gehad. Boterblokken! Boterblokken. Boterblokjes? Ik hoor het woord boter. Maar dat weten de kijkers al, dat we random blokken kunnen vinden, of gold, of diamond. Volgens mij wisten ze dat nog niet, maar ja, tenzij dat ze mijn oorspon mod showcase niet hebben gezien natuurlijk, dus ligt aan. Yup, ik ga weer dood. Ik denk, ik wil ook eigenlijk gaan minen, maar ja, don't mine at night. Mine at night. Weet je wat? Ja, best wel. Staat er daar nou een zombie in zijn onderbroek? Ik weet het. Ja, wat? Er staat daar... Ja, nou voor mijn leven. Oh... Er staat daar een zombie in zijn onderbroek. Serieus. Staat hier en de man mij aan te kijken. Sinds wanneer in Minecraft zijn er zombies in een onderbroek? Sinds oorspan? It wasn't me! Oh, dat is pijnlijk. Oké, nou, als ik alleen maar in mijn huis zou blijven, dan denk ik dat het heel erg een saaie aflevering zou gaan worden. Dus ik zou ook maar gaan minen. Ondanks dat het nou dag wordt en dat het eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd is. Ik zie zoveel skeletons hier. Wow, hoe kom ik aan 60 gold? Als je vanaf wil, ik sta open hoor. Nee, het is voor mij. Het is voor mij. Het is allemaal voor mij. Okay. Oh, deze cave is zo creepy. Kijk wie erin zit. Ja, dat geluid dat moest eventjes nou. Bedankt. Bedankt. Maar goed, waar ben je? Ben je nou weer bovengronds? Want ik heb jouw hout nog. Ja, ik ben bovengronds en ik ga naar mijn laatste deadpoint. En nog meer blok of gold. En ik zie hier één gigantisch cave. Nou, ik denk dat ik anders alleen in die dungeon verder ga als jullie niet durven. Ja, ik wil best wel, maar ik heb mijn schoen. Nou, ik heb eerst sowieso... Dan kan hij bouwen, ik ga ook wel even gewoon minen dan. Maar waar ben jij? Ik ben bij een lion ticken boot. Ja, maar je moet wel in de buurt hier een huis maken. Dat weet ik, maar ik ben gewoon aan het exploren. Dus jij bent nogal groot en trek wat kleren aan, alsjeblieft. Oh, wat zijn dat? Ja, daar ga ik gewoon ondergronds hoor. Dan heb ik zoiets van, oké, bekijk het. En dan krijg je het later wel terug. Ja, waarom hebben alle zombies die ik tegenkom geen broek aan? Echt.
Dit is ridiculous. Ja, ik ga terug. Ik zie dood. Ik ga hier gewoon ondergronds. Ik zie hier een cave en ik ga er gewoon in. Auw. Waarom hebben alle zombies die ik tegenkom een bow? Omdat ze te veel Legend of Zelda hebben gespeeld. Ze Legend of Zelda fans? Ja, dat zou wel eens zo kunnen. Misschien houden ze van Bowsplief? Bowsplief. I prefer TNT run anyways, but... Ja, ik ook. Op zijn minst dus. Even kijken. We zitten op 20 minuten, dus ik heb nog wel even de tijd. Er is al iemand geweest, want ik heb hier een heel pad met toortjes. Dus eigenlijk loop ik iemand zijn voetsporen na nou zo. En het loopt hij dood. Ja, een cave, ja. Ik denk dat het mijn voetsporen zijn. Nee, want het loopt hij dood, dus... Oh ja, en dan is het natuurlijk niet voor mij. Nee. Waarschijnlijk... Oh nee, wacht eventjes. Dit is die. Nee, dit is die ene waar dat wij die eerste scorpion... Tot ik helemaal in paniek zat van de scorpion. Oh, dat. Dit was... Oh, daar. Ja, dat jij zo aankwam rennen met die mentes. Zo van... Ah, die zijn de mentes hier! Ja, dat weet ik nog wel. Ah, goede tijden. Maar dan diegenen die het niet weten... Kijk even deze aflevering. De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Ja, waarom nou? Nou, omdat we nou niet meer bang zijn voor scorpions. Nou ja, wij zijn niet meer bang voor scorpions. Of wel, Team Maestro? Ik ook niet, hoor. Wat is er? Hey, kijk, een scorpion. Wat leuk. Dat je knuffel. Nou, eigenlijk zit ik eraan te denken om gewoon eventjes te zoeken naar Minus Dream of zo. Want ik heb al genoeg gunpowder. Ja? Oh. Dus, maar dan moet ik eerst even naar een desert biome. Ik denk dat het makkelijker is. Dan hoef ik niet de hele tijd zo ondergronds te gaan lopen te eikenen van... Wanneer kom je hier tegen? Ik ga gewoon op zoek naar een desert. Een desert ertussen. Eikel? Eikel? Sacrebleu, noem jij mij nou zomaar een eikel? Ja, joh, wat niet. You are self an eikel. Dat meldt goed als je het Nederlands. Are you kidding me? Diamonds! Diamonds! Trouwens, heb ik redstone? Daar heb ik nog niet eens op gelet, want ik heb natuurlijk ook redstone nodig voor die zooi. Ik zie bliksem. Echt jongen, heb je straks een redstone en dan is het al... Oh, later echt hebben we zoveel redstone. Nou, redstone hebben we niet meer nodig. Ja, maar dan is het ook echt dat we al goed met equipment en alles zitten, dus... En het mensen die zeg maar, die kijken net en die zeggen van... Ja, je had redstone, maar... You lose! Dus... Waarschijnlijk reactie. Maar nee, ik moet toch eerst eventjes gaan stripminen, omdat ik ik heb mijn Z. Ik heb Z redstone. Z. Ja, Mantis! Nee. Als je... Nee. Oh, jij bent niet bij mij gelukkig. Nee. Oké, deze creeper dropt gunpowder en een diamond tool. Dit ben je niet. Ja. Ik vind dit niet leuk. Wij wel. En de kijkers ook, toch? Ja. Allemaal, ja. Laat het weten in de reacties. Vinden jullie dit leuk? Ja. Maar Stefan, dit zou zomaar eens een goede plek om een top 3 keer kunnen hebben. Wat? Zo voor de dead count. Nou nee, hij is nog langer na niet dicht in de buurt met waar dat ik en Dutch Gaming Nation eigenlijk zijn. Dus yeah. En nu dan? Blijf doorgaan! Je kunt het! Er zit een freaking mantis bij de spawn. Kan iemand hem alsjeblieft doden? Nee, wij zijn ook nog niet sterk genoeg voor dat. Nee, daar ben ik ook nog niet sterk genoeg voor, nee. Dus wij zijn wijs. Wij blijven ver bij jou uit de buurt. Oké, ik heb nou eindelijk een cave gevonden hier in deze strip. Maar misschien dat ik hier nou redstone. Ik zie wel gold. Ik ben slim. Ik blijf dood. Slim. Ah, slim. Dat is gewoon flame. Dat is heel erg flame. Dat is nog flamer dan Fireflame 2.0 op een fiets. Die in een rugzak past. Ja, denk ik. Oh, ik heb het tegenovergestelde gevonden. Lapis lazuli. Oh. Hoezo is dat tegenovergestelde? Nou, omdat het rood is in plaats van... Of omdat het blauw is in plaats van rood. Tuurlijk, lapis lazuli. Het is nou in één keer rood. Ja joh, waarom niet? Uh-oh. Wie was dat? Hallo? Wie was dat? Hallo? Kom, Grom. Ik zie... Ah, lava monster!
En er zit redstone. En auw, nee, staan redstone. Ik sta in de fik. Auw. Fuck it. Ik hoor een waterval. Forget it. Sorry. Hé, hey, ik heb redstone. Gefeliciteerd jij. Jij ook. Ik wil jullie niet stressen, maar er zit net een mentis boven de huizen. Nou, ja, weet je wat? Maar lekker zitten, ik kom niet naar boven. Door. Een emerald fucking blok! Van mij. Niks voor jullie, alles is van mij, zeg ik jullie. Het is helemaal van mij. Alles is voor mij. 2 emerald bloks, yay! Ik ben per ongeluk gecrashed. Ongeluk expres van jaloezie. Fuck. Het maakt mij niks uit, het is van mij, zeg ik je. Van mij, helemaal van mij. Ik klink als Daffy Duck. Daffy Duck. Deze 17 mag mij niet. Ik ben rijk! Ik ben schaatsrijk! Ik ben weer dood, dames en heren. Amateur. Hoor wie het zegt. Ik? Amateur. Ik. Repareur. Saboteur! Bij Minecraft is crashed hem. Die stresst hem. Die stress crash smash snash snap. Die strekt hem. Die snisht hem. Een snishpuppy. Is dat titanium? Ik kon dat niet meer aan. Nee, ja, ik kan. Hij kan jouw faals gewoon niet meer aan. Hij kan jouw gevaal gewoon. Auw, bel in mijn hoofd. Auw. Mama. Auw. Dat is fucking zo. Ik kreeg een pijl in mijn hoofd. Het ergste is dat ik dadelijk ook weer terug over naar boven toe moet. Want anders. Zo, macho zombie. Ik wil toch even die. Hoezo had jij regeneration? Dat is niet eerlijk. Oh, dat denk ik toch niet, hè? Nee. Nou hebben wij oorlog, ja? Daar heb ik problemen mee. En ik zou jou mijn zwaard eventjes laten zien, ja? En hoeveel problemen amethyst. Spider. Test. Ja, test. Test. Skype lagt enorm opeens. Hè? Skype lagt bij mij een beetje. Ik heb helemaal geen last van lag. Jij bij mij lagt die net als de ziekte. Sorry, eens een keer voor een fatsoenlijke PC, jullie twee. Ja, maar nu doet hij het weer, hoor. En val mij eens niet aan in mijn rug. Ik ben aan het minen. Alleen bij jou gaat hij soms even van hard naar zacht. Nou, bij mij absoluut. Bij jullie klinken nog allemaal goed, dus... Ja. En ja, aangezien dat ik de opnemer ben... is het maar goed dat alles bij mij gewoon normaal werkt. Dat. Ik hoorde een boom. Was dat bij jou? Ja, wat ben jij dan? Waarschijnlijk heel... Ik zie jou op de kaart! Daar ben jij! Zouletje! Wat doe jij hier? Dit is allemaal van mij! Nee, dit is van mij! Ik zie hier... Het is van mij! Het is van mij! Ik wil het allemaal zien! Ik ga bovengronds, want het is tijd om de aflevering te samenvatten. Dus ik ga eventjes terug naar boven toe en dan gaan we gelijk eventjes naar de Wall of Comment. Want we zitten nou op... Nee, ja, ik heb de eerste 5 minuten... Laat, denk ik, nee. Wat ben jij te laat? Ja, mijn ding is die spande net voor mijn neus. Leven is voor jou te laat. Gij komt niet meer. Ik weet wel dat ik in een of andere... Ik zie een dungeon. Ja, oh, zit jij nou toevallig in de dungeon waar dat ik... Huh? Nee, ik sta erop. Oh. Ik ga nu een blok... Sta je er mooi op? Sta je wel te lachen? Ja. Wel een leuk fotootje maken dan, hè? Ja, dat kan ik niet. Ik ben niet echt van selfies. Nou, het staat anders wel heel erg mooi op de screen op de outro's. Terwijl dat je niet aanwezig was bij de eerste 4. Ja, ik ga hier dood. Oh ja, de outro die is echt heel mooi geworden. Ja, ik was er echt tevreden over. Nogmaals. Ja, natuurlijk naar chocoladeblokje. Oh, en ik denk dat je nou best wel bij die top gaat horen hoor. Nou, ik weet niet, maar ik hoop dat jullie eventjes snel boven grond gaan komen. Want dan kan ik even een bochtje gaan plaatsen. Dus, ja, ik ben er al. Ik ben onderweg. Ondertussen doe ik wel eventjes een do a little dance. Do a little dance. Make. Uh-oh! ik moet alleen weten hoe ik. Sorry. Waar de weg naar boven is. Do a little dance. Please Shadow, doe even mee dansen voor YouTube. Yay! Pum, pum, pada, tum, pum, pada, tum, het zijn makkelijker om door een sociale vernedering te ondergaan, hè? Ja, probeer een bordje. Munt is achter ons! Nee. Doei. Nee, je mag hier niet in. Nee. Eruit. 5, 4, 3, 2, 1. Ik sla je neer.
Ik ga je pakken. Ik ben al dood. Sorry. Ik ga je pakken naar buiten. Naar buiten en nu heel snel. Zie dat beest daar. Daar, buiten. Hier, hij is al weg. Hup, weg. Niet, hij weg. Is weg. Weg. Weg, je hebt geen toestemming. Jij ook niet. Jij slaat mij even naar huis, een sterretje. En daar is alweer een dead, dames en heren. Maar ik kan de weg boven niet vinden. Ik vraag maar af, telt deze wel? Nee. Eigenlijk vind ik dat hij wel telt, want hij zat namelijk zonder toestemming in een huis. En dat is één tegen de reglementen van deze server. Dus, dat verdient wel een dead. Ja, telt. Ik ben op weg naar boven. Nou, weet je wat, we knippen wel heel eventjes totdat hij boven is en tot het dag wordt, want het is weer nacht. Dus we knippen heel eventjes en dan zijn we zo bij jullie terug. After these messages. Oké, dit kan een langere aflevering worden dan verwacht. Maar ja, wees blij om, want dit is maar één keer in het weekend. Op dit moment regent het en onweert het. En in deze mod is dat gevaarlijk. Dat is leuk. Wij hebben namelijk al één ervaring ermee gehad in aflevering 4... En in aflevering 5, als we dan al de tweede gaan hebben, dan... Nee. Ik hoop het wel. Ik bedoel, ik heb nog geen ramenverzekering. Ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel, ik weet dat cobblestone niet opgezogen kan worden, maar... Stonebreer. Ja, het onweert. En op een of andere vraag... Wat is daar? Nee, hè. Wat is dat voor geluid? Ik weet niet, ik hoor... Ik ook. Alsof dat er een helikopter hier in één keer overheen vliegt. Zie je dat toch echt gebeuren ook? Ik weet wel dat het met mij nu een vliegtuig overgaat. Ah, dubbele blikseminslag! Zeg, weet je wat, Blaze Shadow? Kom gewoon binnen. Ga daar niet buiten staan. Want als er een creeper komt, dan is mijn huis er helemaal aan. Hé, dat rijmt. Dankjewel. Dat mag. Nou, mocht er iets gebeuren, dan laten we het sowieso zien. Dat doen we. Ja, want anders wordt het toch weer heel erg lang en dan staan we hier alleen maar stil. Niks meer slag. Maar knip. De wolk kan wegwaaien, hè? Ja. Maar moeten we die dan van steen maken? Nee. Of moeten we daar geen huis van maken? Oh, maar nee! Nee, 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 nee! Andere kant op, andere kant op, andere kant op, andere kant op! Allemaal blazen, allemaal blazen! Ik blaas! Hef! We zijn inmiddels weer live, geloof ik. Ja, we zijn inderdaad live, want het ding komt reet op mijn huis af! Nee! Ja! Lekker dan! Over dit huis! Wijk af! Neem een hele mooie bocht! Ga naar het westen! Ja! Ga naar het westen, ja! Recht over jouw huis! En de Wall of Fame blijft staan! Yay! Waarom ik? Recht over jouw huis! Zelfde player? Ja. Ik ga heel hard weglopen. Ik vind hem er wel mooi uitzien met al die dirtblokken die gewoon in de ronde heen. Dat is voor mijn huis, die deur. Oh, ben je verzekerd? Ik ga heel sad weglopen. Too late, too late. You put your house at stake. La 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 la. Hey! Uh-oh. Wie deed dat? Wie wilde dood? Hallo meneer. Die deuren blijven dicht. De collecten staan voor de ramen. Waarom zijn jullie... Willen jullie alsjeblieft wegblazen ofzo? Ik bedoel, ik wil verdorie die Wall of... Ja, die tornado echt... In de volgende aflevering laat ik dat pad wel zien. Maar ik wil verdorie die Wall of Fame op haar aan hangen. Maar dit werkt zo niet. Ik zie hem nog steeds, die tornado trouwens. Dus, ja. Die hoofdwagentuigen staan voor de deur. Nou, ga ze knuffelen. Oké, hij valt uit elkaar. En het wordt ook al dag. Ja, hij is uit elkaar. Oké. Goed, dus gaan we heel eventjes de boel even zombie vrijmaken en zijn we zo weer bij u terug. Goed, nou kunnen we dus eindelijk in deze stormige dag, kunnen we dus eindelijk beginnen aan de Wall of Fame. Nou, ik heb hier dus zeg maar de eerste reactie heb ik hier al klaar. Dat is van Old Ways to Gaming.
past natuurlijk. Ja, het past net. Mooi. En die had getypt. Super. Leuk. Oh, super met de spatie. Leuk. Edit. Ik ken die type vandaag. En het stopt met regenen. Edit. Werk. Met het game over. En dan mag ik één bordje gaan plaatsen. Of past dat nog net, geluidje? Geluid. Nee, past net niet. Dus dan mag er één bordje nog onderkomen met het woord geluidje erop. Wat leuk. Geluidje. Zo. Daar, weet je wat, dan zetten we dan wel even netjes in het midden neer. Zo. Geluid, ja. Dus, met dat wil ik jullie danken voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties. En maak kans om ook op deze geweldige wal te komen. Yeah! En ja, ik dank jullie natuurlijk voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20. De Towner. En Team Maestro. En we zien jullie weer in de volgende opname, wat morgen zal zijn. En ik hoop niet dat deze opname dan zo uit de hand zal gaan lopen, want deze die is gewoon bijna 35 minuten lang. Of 36 minuten zelfs, dus nogal extreem lang. Maar ja, dat kan wel een keer gebeuren. Wat wil je als er in één keer een tornado overkomt? Dus ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei! Doei!